allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekendvlog. Ik wil altijd een weekvlog zeggen, maar het is een weekendvlog. Want het is weekend. Het is zaterdag en ik heb zo dadelijk weer dansen. Een andere dan vorige week, dus dat is ook niet om 9:30, maar om 11:30. En dan gaan we ook andere dansjes doen. En ik heb natuurlijk een hele intro over afgelopen week. Maar ja, ik gooi hem nu wel even in. Nou, ik heb echt niks te melden over deze week. Er is echt, het was gewoon een week en ik ben naar stage gegaan en ik heb een les gegeven. Mijn les ging supergoed, dat was wel echt heel leuk. Maar verder, ja, er is gewoon niks te vertellen. Het was gewoon een week. Goed, Joren is in Den Bosch voor werk. En ik ga nog even werken, het is nu 9:50. Ik ga even iets nuttigs doen, ik weet nog niet wat, maar iets nuttigs. Het is een iets rustiger weekend dan vorige week, dus dat is heel fijn. En dat was het. Ik ben nu onderweg naar dansles. En ik heb pijn in mijn knie. Ik ben weer thuis. En ik heb uiteindelijk deze jas gekocht. Deze die ik had gepast bij de CNA. Hij zit alleen nu een beetje raar. Maar ja, goed. Maar deze, dit is mijn nieuwe zomerjas. Dus daar ben ik wel blij mee. En Pip is een beetje druk, want hij is net alleen geweest. Ik ga nu lekker met hem wandelen. Dansen was heel leuk en heel stom tegelijkertijd. Het was heel stom, want ik had ziek veel pijn in mijn knie. Ik kon heel slecht meedoen. En het is gewoon het is een stijl waarbij ik niet helemaal thuis in ben. Dus het is heel moeilijk. Maar als ik dan pijn in mijn knie heb, kan ik het ook niet goed oefenen. Het is wel lastig. Maar het leuke is dat het echt een hele vette dans wordt. Daar ben ik heel blij mee. Ik had ook meteen boodschappen gedaan. Ik ga nu even met Pip lopen. Ga ik wat eten. En dan ga ik werken. Geld verdienen. Lieve mensen, ik heb gisteren heel erg weinig gefilmd, omdat het een beetje een rotdag was. Ik was sowieso heel erg moe, dus ik kreeg helemaal niks gedaan. Dat was heel vervelend. Maar ik was ook gewoon, ik baalde gewoon heel erg dat mijn knie zo'n pijn deed. En kwam toch ook wel een beetje niet zo blij uit die dansles, omdat ik eigenlijk gewoon, als ik heel eerlijk ben, is die dans, het stuk wat we gisteren hebben geleerd, is eigenlijk iets te moeilijk voor mij. Ik ben daar gewoon niet goed genoeg voor. En als ik zo lang pijn in mijn knie heb, kan ik daar dus ook niet keihard voor trainen. Dat ik het dan wel kan. En daar baal ik gewoon van. Want ik wil ook niet, zeg maar, die dans dan straks gaan verpesten. Dat het er super mooi uitziet, maar dat iedereen alleen maar ziet dat eentje het gewoon niet mooi doet. Dus daar baal ik gewoon een beetje van. Dus ja, dat was gisteren ook een beetje. Ik merk gewoon dat ik moe ben en dat ik het zo druk heb, veel aan mijn hoofd, dat ik gewoon heel snel me dan meteen heel erg naar voel. Ook al zijn er dan maar, is er misschien maar iets kleins of zo, iets dat makkelijk op te lossen is, maar dan heb ik het gewoon even helemaal gehad en dan film ik ook niet zoveel en dan is het ook niet meer zo gezellig hier in huis. Dus dat was gisteren. Vandaag voel ik me wel veel beter. Ik heb wel echt spierpijn van gisteren, van dansen. En ook allemaal blauwe plekken en zo, omdat je je de hele tijd op de grond moet laten vallen. Dus, dat is leuk. Maar, ik heb net gewerkt. Dus dat is wel fijn. En ik moet nu eigenlijk nog even stage voorbereiden. Joren is naar boogschieten. Die komt zo denk ik alweer terug. En we gaan vanavond we eten bij een collega van Joren. Zij is al een keer eerder, ze is een keer hier geweest. En toen heb ik er ook even over verteld. Ik zal even zo het hier laten verschijnen, dan kun je even kijken. Maar zij is echt heel leuk, dus dat wordt wel gezellig. Dan gaan we lekker eten, daar heb ik wel zin in. Maar ik baal er ook wel een beetje van dat dit dus echt een beetje een stomme vlog wordt, want gisteren amper iets gefilmd, vandaag amper iets gefilmd en ik doe gewoon ook helemaal niks leuks. Anders moet volgende week maar gewoon weer leuk worden. Het kan niet altijd leuk zijn.
Dus dan ga ik nu stage voorbereiden. Oké, we zijn onderweg naar Yingting om daar te eten. We zijn te laat. Maar ze woont echt 5 minuten fietsafstand. En we hebben een bloemetje, kijk. Jee. Zie je net, oké. Leuk hè, doei. Volgende week ben je nog volgende weekend nog.